zo. Zullen we het dan nog een keertje repeteren, Doortje? Nee, even wachten. Hè? Er staat hier dat ze eerst moet knielen en dan moet ze de handen in elkaar vouwen. Moet het zo? Ja, dat klopt ongeveer wel. En dan mag jij nu de kroon op haar hoofd zetten, Doortje. Het is maar een papieren, maar de echte kroon is heel erg mooi geworden, want ik heb hem gisteren gezien bij de juwelier, maar hij is wel zwaar. Ik hoop dat ik het allemaal goed zal doen bij de kroning. Dat zal wel lukken, maar daarom repeteren we dit toch eerst. Zo, eens even kijken. Er staat iets over heilig water. Ja, je moet dat 3 keer over de hoofd heen. Hé? 3 keer? Ja, dat staat hier. Ik heb dat boek toch zeker niet geschreven. Hé, hey, dat is interessant. We kunnen vandaag nog dit water gebruiken, maar morgen moeten we water uit de put der vergeetheid hanteren. Ik geloof dat je weer op moet staan als je het water op je hoofd hebt gekregen, maar dat moet ik zo nog even nakijken. Laten we ondertussen maar even verder gaan. Ik zie het al, je moet inderdaad opstaan. Zeg hij lappie? Ja, en dan moet je je even omdraaien en naar het publiek kijken. Mag ik even? Ja, natuurlijk, maar wil jij misschien dat ze zich omdraait als ze dat water over zich heen krijgt? Wat is nou die bron van vergeetheid? Oh? Je had het net over speciaal water uit een bron. Oh, ik dacht dat jij dat wel zou weten. Nee, ik hoor het nu pas voor het eerst. Dan zitten we met een probleem. We moeten dat water namelijk morgen hebben. Oh. Misschien staat het wel in het boek. Een soort kaartje waar we het kunnen vinden of zo. Er staat hier dat als we dat water niet hebben, dat dan de hele ceremonie voor niets is. Maar ik neem niet aan dat dat inhoudt dat we het hele gebeuren vergoed krijgen, want dat zou wel erg raar zijn. Maar wel leuk, dan heb je meteen een zakcentje. Voor een vakantie naar de Pyreneeën. Weet u misschien waar we die bron kunnen vinden? Nee, Doortje, sorry. Ik heb er nog nooit van gehoord. Jammer. Kan iemand mij misschien vertellen waar die bron is? Want zonder dat water kan het feest morgen niet doorgaan. Oh, ik neem net een snipperdag. We zullen moeten opschieten. We zullen er alles aan moeten doen om die kroning morgen door te laten gaan. Een uiterst vervelende situatie. Hoe kan ik daar nou toch achterkomen? De bron der vergeetheid. Hij wordt verder helemaal niet genoemd. Maar als je het water niet hebt, dan kan het hele feest niet doorgaan. Misschien staat er in die index wel iets wat ons kan helpen. Misschien... In een donkere plas in de kamer van Smaragd. Hè? Daar moet hij zijn, de bron. De bron van vergeetheid. Niet zo snel. Waar staat dat? Dat staat niet in het boek. Je hoeft niet te kijken. Dat weten maar een paar mensen. Maar waarom vertel je ons dat nu pas? Ik was al bang. Mijn Lappie, dat maakt toch helemaal niet uit? Hoe kan het nou dat jij dat allemaal weet? Toen Lappie het over de bron had, schoot het me ineens te binnen. Dus nu kan het feest toch gewoon doorgaan zoals we hadden afgesproken? Als we jou toch niet hadden? Dan zou er helemaal geen kroning zijn gekomen. Zullen we water gaan halen? Ja, dat is goed. En ik hoop dat morgen het hele dorp komt kijken als ik gekroond word. Wel eng hoor. Ja. We moeten die deur door. Ik maak hem wel even open. Dan kunnen we die bron dus hier ergens vinden. Ja. Kijk, daar is die. Het ziet er fris uit. Ik zou zo een slokje willen nemen. Ik denk niet dat je dat moet doen, want het is heel bijzonder water. Nou maar niet. Doortje, ga jij het water halen? Waarom moet ik dan beneden komen? Want er is helemaal geen trap waar ik vanaf kan lopen. Die heb je niet nodig. Ik begrijp dat je een soort onzichtbare brug hebt laten aanleggen. Als jullie hier blijven wachten, dan haal ik even een emmertje water.
Lekker weer. Oh,